Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Advance Wars Reboot Camp. Vandaag beginnen wij aan missie nummer 3. Oorlogsnevel. En dit is eigenlijk een level waarvan ik dacht van oké, dit is dan de eerste missie. Want oorlogsnevel of Fog of War zou eigenlijk een van de eerste mechanics moeten zijn die je zou moeten leren. Oorlogsnevel is vergelijkbaar met Fire Emblem minder vaak een probleem dan wat ze eigenlijk zouden moeten zijn. Oorlog is raar. Want je kan nu al nagaan, oorlogsnevel beperkt de zichtbaarheid van je units. Dus je hebt een paar dingen waar je rekening mee kan houden. 1. Een basis geeft altijd licht om op zichzelf. Dus zolang mensen erop komen, kan je de dingen zien. Bergen, en dat is het enige rare aan bergen in deze game, geven een hoogte aan. Deze hoogte geeft aan dat jij ook veel verder kan kijken. Je kan zo'n 3 of 4 plekken verder voor je kijken. Bossen geven altijd een hidden spot weer, tenzij je er vlak naast staat. Nou, een ander iets wat nu net Nel zegt, is je kan niet zomaar in een bos rijden. Want het kan zomaar eens zijn dat daar een enemy staat. En als je tegen een enemy botst, ben jij je beurt kwijt. Dus dan kan je ook niet attacken. Omdat je ook niet wist dat die er was. Dus dat is nog een andere belangrijke. Waar je even rekening mee moet houden. Nou, artillery en raketartillery hebben één groot nadeel. Ze kunnen niet direct voor, naast, boven en onder pakken. Dus wil jij zicht hebben of wil je dingen raken, dan moet je altijd artillerie beschermen met tenminste één tank of een kleine tank. Maakt op zich niet uit hoe je het doet. Maar je moet ze altijd beschermen dat je niet direct bij de artillerie kan komen, want anders kan gebeuren wat je nu net precies ziet, dat ik letterlijk met mijn tankje een raketartillerie neer heb gehaald zonder al te veel moeite. En dat is wel eigenlijk een van de belangrijkste lessen in de game. En daarom vond ik het ook zo raar dat we vorige aflevering al begonnen met gevechtshelikopters, terwijl eigenlijk oorlogsnevel veel belangrijker is. Nou, vaak kan je ook zien wanneer de enemy zijn superkracht gebruikt of zijn kracht. Want ze triggeren dat altijd met een standaard zinnetje. Dat kan zijn bestand tegen de kou, ervaar de kracht van moeder natuur. Allemaal zulke standaard woorden. Weet je gewoon, oké, ze gaan hun kracht doen. En dan hoef je niet eens te letten op hun, hoe zou ik het zeggen, hun ability. Nou, wat ik hier aan het doen ben, is ik probeer langzaam maar zeker een beetje op te letten van wat ik precies kan doen met de APC die we hier hebben staan. Met de transportvoertuig. Want dan kunnen we op die manier ook langzaam een beetje door pushen. Nou, hier hebben we geluk dat er geen tank naast stond. Want anders waren we het mogelijke tegenaan gebotst. Nou, en hier zie je opeens een tweede tank uit het niets verschijnen, omdat, nou ja, hij was precies out of range. Want het zicht triggert pas wanneer je stilstaat en je beurt is geweest. Een heel raar iets, maar ja, dat is hem nu maar even. Ik ben op zich niet bang voor normale infanterie. Als dit zware infanterie was geweest, dan had ik één tank nog hier laten staan om er doorheen te komen. Maar het is normale infanterie en normale infanterie kan niet heel veel doen tegen tanks. Nou, het valt je nu al waarschijnlijk ook op dat mijn tanks er anders uitzien dan andere tanks. En dan heb ik het niet alleen over de kleur. Heel veel enemies hebben een beetje hun eigen stijl van tanks, eigen stijl van verkenningsvoertuigen, zware tanks, etc.
Een van de meest ingewikkelde is voor mij altijd de zwarte teams. Omdat dat heel moeilijk voor mij is om te zien. Maar jongens, wat is dit nu? Is dit nu een verkenningsvoertuig? Een tank, een zware tank? Omdat ze van de bovenkant heel moeilijk te onderscheiden van elkaar. Ja, heel moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Met als gevolg dat ik vaak niet weet, is dit een verkenningsvoertuig, is het een tank of is dit een zware tank? Want die details zijn heel klein om te zien. Nou, hier zie je de valstrik. Dus waar ik het net over had van, hey, we knallen er tegenaan en wij kunnen nu niks doen. Omdat we hem nu pas net in beeld hebben. Nou, en je ziet nu ook, wacht even, wij zijn daar net neergehaald, maar de artillerie kan niet naast zich schieten. Dus dan weet je ook al gewoon, er is een tweede artillerie hier in de buurt. Dat is een van de dingen waar je rekening mee moet houden met oorlogsnevel. Van, ik weet de eigenschap van dit wapen. Dus ik weet dat er een artillerie nog ergens in de buurt staat. Ik exploreer heel even de rest om te kijken dat er geen zogeheten infanterie nog ergens staat. Nou, dan rijden we heel even hier naartoe. En ja, warempel, daar is de artillerie die we zochten. Waarom die artillerie dat verkenningsvoertuig niet had neergehaald, dat weet ik ook niet. Maar ja. Nou, nemen we bijna alles daar. We kunnen het hoofdkwartier overnemen. Of we kunnen gewoon de artillerie neerhalen. Nou, wat wij gaan doen is het gewoon de artillerie neerhalen. Nou, een ander iets. Want de tekst die ze vaak genereren is vaak ook duidelijk te zien met wat hun status is. Als bijvoorbeeld Olaf zegt, vecht jullie suffers. De tekst die we net zagen. Dan weet je al gewoon van, oké, we zijn al bijna door het level heen. Er is niet zo heel veel. En Olaf zit in het nauw. Nou, dat is de laatste. Dus er zit hier nog ergens een infanterie of een artillerie die niet wil bewegen. Maar weet je wat, fuck it, we nemen het hoofdkwartier over. En we zeggen, dankjewel Olaf. En de ballen. En nu hebben de plaatsen nog namen zoals Alara of het Koraal Fort in missie 1. Maar later is dat echt niet meer belangrijk. Dan heb je gewoon het Orange Star gebied, het Blue Moon gebied, et cetera. Maar ja, mensen, dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters. Ik heb hoge verwachtingen van jou.